Hoewel er heel wat spetterende optredens voorbij kwamen in de eerste battleronde The Voice of Holland, was het stiekem toch wel een beetje de Battle of the Bands. De bands PIRL en de Redevils namen het tegen elkaar op en dat leverden ze uiteindelijk een staande ovatie op. Jurylid Ali noemde het zelfs een van de vetste battles die hij ooit had gezien. De twee bands ontvingen na hun optreden met een mashup van de nummers American Woman en Are You Gonna Do My Way, een hoop lof van de juryleden. Lil Kleine en Ali B hadden een grote voorkeur voor de Dre Devils, maar Anouk kon niet kiezen tussen de bands. Het lijkt me een moeilijke beslissing. Voor mij is dit appels met peren vergelijken. Maar Anouk zou Anouk natuurlijk niet zijn, als ze geen klein kritiekpuntje had voor de gesneeuwde Dre Devils. Ik zou echt die strepen weghalen. Jullie zijn super cute, maar ik vind het echt heel stom. Jullie hebben allemaal een leuke kop en jullie hebben het niet nodig om twee van die strepen onder jullie ogen te zetten. De kans dat de strepen weggaan is groot, want waar Wylon uiteindelijk koos voor PIRL, besloot Anouk de Dre Devils van hem te stelen. Of ze ook in de knockouts te zien zijn, moet nog blijken.